ik zit nou zo voor de tweede keer bij zo'n debat. En ik zou toch wel even door willen gaan op deze lijn van vragen stellen. Want je kunt natuurlijk alles wegredeneren. Maar als je kijkt naar wat er aan de hand is, dan hadden we 50.000 asielzoekers in het afgelopen jaar. Er wordt nu extra geld bijgeraamd voor het aankomend jaar. De verwachting is dus dat dat meer is. De spreidingswet gaat wel zorgen voor, als die uiteindelijk tot uitvoering komt, op termijn, want daar zit, in die wet zitten een aantal termijnen daarvoor, gaat leiden tot nieuwe plekken. Maar daarna moeten al deze mensen bijna allemaal in een sociale huurwoning, die er niet is. Dus is er ergens een moment dat het principe, je bent als Nederland verantwoordelijk voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld, is er ergens een punt dat D66 zet, maar meer dan zoveel kunnen wij er niet aan? Of blijft dat voor D66 een open einde regeling? En iedereen die zich meldt, krijgt een plek in een asielzoekerscentrum, krijgt een procedure en een door de staat gefinancierde advocaat. Mevrouw Pot. Ja, voorzitter. Kijk, wat ik altijd een beetje lastig vind aan dit verhaal is dat er een soort mevrouw Keizer die schetst het ook heel erg als een soort donkere wolk, hè, die boven Nederland hangt. Het punt is, ik loop nog niet zo lang mee in de Tweede Kamer, maar ik loop al wel wat langer mee op dit dossier. Ik heb bijna 8 jaar in de gemeenteraad van Utrecht heb ik ook dit dossier gedaan. Dus ik heb ook gezien hoe er in 2015 meer mensen naar Nederland kwamen. En daarna bijvoorbeeld ook weer veel minder. Daarna zijn we nogal, hoe zeg je dat? Hebben we een beetje achterover geleund en hebben we het allemaal maar een beetje laten gebeuren. Ondanks dat we tegen elkaar zeiden, nou, dat gaan we nooit meer zo doen. En vervolgens zijn we de afgelopen jaren, hebben we het gewoon weer helemaal over de schoenen laten lopen. En volgens mij wat we met elkaar moeten doen, in plaats van te gaan goochelen met allerlei getallen, waarvan volgens mij deze staatssecretaris ook al een aantal keer heeft gezegd, ja, leuk, dan ga je dus een kwotum stellen en dan zeg je bij 30.000 oké, en dan zeg je bij 30.000 één, oh, nou weet ik het niet meer. Volgens mij wat je moet doen, is gewoon inderdaad in Europa heel goed samenwerken om te zorgen dat we veel minder mensen krijgen die uiteindelijk gewoon niet mogen blijven hier. Dat we goede plannen maken om de mensen die toch komen terug te sturen. En dat we zorgen dat we de boel in Nederland en in de rest van Europa goed op orde hebben. En dan hoeft de stress en het gevoel van crisis ook helemaal niet zo hoog te zijn, want dan kunnen we dat gewoon met elkaar. Mevrouw Keizer. Ja, voorzitter, dat was geen antwoord op mijn vraag. Hans Leijten, dat is de nieuwe voorman van Frontex, heeft gezegd van, nou, dit gaat gewoon zo door en eigenlijk kunnen we er niks aan doen. Als je kijkt naar het Europese migratiepact, daar zitten nog wel wat haakjes en ogen aan, waardoor het maar zeer de vraag is of het een dempende werking heeft. Dus ik stel hem nog maar gewoon een keer. Is de fractie van D66 bereid om op een gegeven moment te zeggen, gewoon omdat we in Nederland de huizen niet meer hebben, het onderwijs niet meer hebben, de zorg niet meer hebben, wij hebben ons deel gedaan, het is genoeg? Dat is gewoon mijn vraag. Ja. Want als dat namelijk niet zo is, als dat principe, je vangt mensen op die vluchten voor oorlog en geweld, oneindig is, is dat ook duidelijk, hè, voorzitter? Uw vraag is volgens mij duidelijk. Het is aan mevrouw Potten. Ze gaat over haar eigen antwoord. Mevrouw Potten. Nee, precies. En kijk, weet je, volgens mij is ook een beetje de vraag, want mevrouw Keizer probeert mij nu in een soort hokje te duwen, dat als ik dan niet zeg dat ik een getal erop wil plangen, dan vind ik het gewoon maar goed dat het eindeloos zo doorgaat. Zo werkt de wereld niet. Weet je, sommige dingen, daar heb je niet op alle vlakken heb je daar invloed op. Wat ik zeg is, ik heb het eerlijke verhaal. Ik heb het eerlijke verhaal dat zegt, we moeten gewoon zorgen in Europa hoe we dit in goede banen leiden. Dat is moeilijk, dat is ingewikkeld. Dat zal soms in Nederland ook nog ingewikkeld blijven. Maar dat is het eerlijke verhaal. Okay, ja, mevrouw Keizer, u was er niet bij het begin, maar ik heb de vragen, dat kon u niet weten, gemaximeerd op 4. Maar, dus en hoeveel heb ik er nu? 2, hè? U heeft er 2 gehad, dus ik weet niet of... Twee gehad. Ja. Nou, eens even kijken, dan doe ik er nog één, voorzitter. Nog één? Dan hou ik er nog eentje in de reserve. En toch, je kunt volgens mij best eens als Nederland wat stoerder zijn. Bijvoorbeeld, hè, we hebben in de IND loopt vast in procedures en we hebben in Nederland een plus op de voorzieningen voor de sociale advocatuur. Is mevrouw Pot het met mij eens dat wij daar bijvoorbeeld in overeenstemming met de Europese richtlijnen geen sociaal advocaat meer ter beschikking stellen in de eerste hoorfase?
Dat kan bijvoorbeeld wat vlotter de procedures helpen. Is zij daar mee eens, voorzitter? Mevrouw Pot, bent u het daarmee eens? Ja, voorzitter. Mevrouw Keijzer zegt, we moeten wat stoerder zijn. Ja, dat klinkt natuurlijk heel leuk. Alleen het probleem met stoerder zijn is dat het niet altijd het gewenste effect heeft.